Deze video gaat over de som van de hoeken van een driehoek. In deze video ga ik je laten zien hoeveel de hoeken van een driehoek bij elkaar in totaal altijd zijn. En ik ga een voorbeeld bespreken waarin we deze kennis gaan toepassen. Maar allereerst een hele belangrijke regel. Voor elke driehoek geldt het volgende. In een driehoek is de som van de drie hoeken gelijk aan 180 graden. Oftewel, als je de hoeveelheid graden van alle drie de hoeken van een driehoek bij elkaar optelt, dan komt daar altijd 180 uit. Nou, even een voorbeeldje. Gegeven is driehoek DEF. En we weten dat hoek D 40 graden is en hoek F is 60 graden. En de opdracht aan ons is bereken hoek E. Nou, ik maak even een tekeningetje van de situatie voor de duidelijkheid. Je ziet hier dus driehoek DEF getekend. En ik heb gewoon een willekeurige driehoek getekend. Maakt niet zoveel uit hoe groot de zijden zijn. De ene hoek is 40 graden. Die hoek F is 60 graden. En de vraag is, hoe groot is hoek E? Nou, ik heb je net verteld, in elke driehoek geldt dat de drie hoeken bij elkaar gelijk zijn aan 180 graden. Deze is 40, deze is 60, die zijn samen 100. Samen met z'n drieën moet het 180 zijn. Dus als deze twee samen 100 zijn, dan moet die E wel 80 zijn. Dus dan weten we, hoek E is 80 graden. Nu gaat het er even om hoe werk je zo'n vraag nou uit en dat is heel erg belangrijk want als je het niet op deze manier uitwerkt dan ga je punten verliezen op het proefwerk. Schrijf het als volgt op. Hoek E is gelijk aan 180 want dat is het totaal min 40 dat is deze min 60 nou 180 min 40 min 60 is 80 zet dat gradentekentje er even achter dus 80 graden. En op deze manier werk je zo'n vraag uit. Dus je mag niet alleen maar opschrijven hoek E is 80 graden. Dan krijg je niet alle punten. Even netjes zo opschrijven en dan heb je dat goed. Dus belangrijk om te onthouden, de som van de drie hoeken van een driehoek is altijd gelijk aan 180 graden.